Nou mensen, we zijn weer in volgende inspiratievideo. Ik vind het zo leuk om steeds interessante mensen, boeiende mensen te interviewen. En naast mij zit ook een interessant boeiende mens. Ik heb ooit eventjes tegen haar gebokst en toen vroeg me ook af, hoe kan iemand die zo zachtaardig is zo hard slaan? Maar ja, dat gebeurt nu eenmaal. Hallo, daar ben je Lucia Rijker. Fijn dat je naast me zit. En, hey Peter. Dat we elkaar gevonden hebben. Ja. Ik had nog even gekeken op internet en ik zag dat jij 54 wedstrijden hebt gebokst en gekickbokst. Waarbij staat 0 onbeslist en 0 verloren. Ja, dat is wel een erelijst, hè? Ik heb tegen een man ooit verloren, maar die telde ik niet. Nee, dus precies. Tegen vrouwen heb ik nooit verloren, inderdaad. Ja, knap hoor. Ja. Fantastisch. Hoe is het met je? Ja, goed. Despite circumstances. Ik ben gezond. Mijn familie is gezond. Mijn vrienden zijn gezond. Ja. Ik heb eten in de ijskast. Ik heb kwaliteiten waar ik mee kan genereren. Ja. Nou, dat zijn toch wel belangrijke dingen in het leven. En wat ik ook mooi vind aan jou, dat ik ook zo'n ontwikkeling meegemaakt heb, dat je ook steeds meer de kant uit bent gegaan van zingeving naar binnen gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij nou aankijkt tegen deze tijd waar we in zitten. It's an opportunity. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat we niet alleen de mensen uitgedaagd worden die echt willen kijken, maar iedereen wordt nu uitgedaagd. Het is echt een mogelijkheid tot groei. En niets anders dan dat. Ja. Je kunt het geen pech noemen. Iedereen probeert er iets van te maken. Is het een conspiracy? Is het een chemical weapon? Is het fabricated? Het maakt er helemaal niet uit wat het is. Het is een uitdaging. Een uitdaging, een opportunity om te transformeren. Waar gaat het leven eigenlijk over? Mm-hmm. Want ik noem het de drie pilaren. De pilaren, je bijdrage in de wereld, je werk met je gavens en je kwaliteiten. Dan heb je je gezin en je relaties. Mm-hmm. En dan heb je je gezondheid. En alle drie de pilaren worden tegelijkertijd aangezaagd. Yeah. Als niet, vallen ze alle drie tegelijk om. Mm-hmm. Sommige mensen in het leven hebben dat al een keer ervaren. Gezondheid, echtscheiding, bankruptcy. Dat is best zwaar. Mm-hmm. Nu ervaart de wereld dit eigenlijk. Deze threat. En dat zijn toch drie pilaren waar wij ons bestaan en onze identiteit op hebben gebouwd. Mm-hmm. Dus het wordt tijd om te kijken van ja, waar kan ik wel mijn identiteit opbouwen? Mm-hmm. En dat klinkt misschien heel zweverig dat dan een spirituele beoefening zou moeten worden. Mm-hmm. Want die andere pilaren staan wankel. En dat is een keus. Dan is er een keus. Dan gaan mensen in een overleving. En dan gaan we naar de dierlijke kant van ons. Of we gaan naar de spirituele kant. En dat is een keuze. Soms bewust en soms onbewust. Afhankelijk van waar je was voordat deze uitdaging plaatsvond. En, En wat de mensen die nog niet zo bewust zijn van het feit dat het een kans in zich heeft, deze tijd. Hoe zouden ze daar dan wel kunnen komen? Wat zou je hun kunnen aanraden om daar wel naartoe te gaan? Welke stap kan iemand zetten die nog onzeker is, of misschien bang is, of twijfelt? Want die mensen zijn natuurlijk ook. De mensen die twijfelen aan een spiritueel bewustzijn, of aan het wat? Aan hun inkomen, aan hun baan, aan hun gezondheid, aan de wereld, aan alles. Ja, dat het eigenlijk een illusie was to begin with. Ja. He, die vals gecreëerde zekerheid. Mm-hmm. En ik begrijp dat, als ik hoor dan alweer iemand zeggen van of ik wel goed bij mijn hoofd ben.
hè, als het om veel grote nummers gaat, hè, mm-hmm. dus grote bedrijven, en ja. dan ja, of het nou grote nummers of kleine nummers zijn, het blijft een identiteit en een gehechtheid aan ja. zingeving met je talenten. En die schuift. Er zijn ook heel veel mensen die nu thuis zitten en eindelijk uit die red race rust hebben en denken, mijn god, wil ik nog wel terug. En ja. het gaan kijken, heb ik al die spullen wel nodig? Ja. Twee auto's en al die gadgets die we halen en consumerism en maar kopen, kopen, kopen. Dus alles staat stil. Dit is echt een tijd om te kijken, hebben we elk half jaar of elk jaar een nieuwe iPhone nodig? Mm-hmm. Wat gebeurt er eigenlijk met die iPhone? Met nu misschien gezichtsherkenning, maar eerst al, kijk eens, ik heb mijn fingerprint, ik heb met oogherkenning. En niet wetende dat het eigenlijk dat je eigenlijk elke dag bekeken wordt. En als je een mailtje krijgt van Google die zegt, oh, u was in Czech Republic. Hier zijn de foto's met mensen en dieren. En hier zijn de foto's met alleen maar dode dingen. Denk ik, huh? Ik word dus zij hebben al mijn foto's. Zij weten dus wat ik allemaal doe. Oeh, wat eng eigenlijk. Maar in het begin werd het allemaal gemarket als, kijk eens hoe hip, kijk eens hoe snel, kijk eens hoe stoer. Heel dus cool, We werden ook allemaal een beetje voor de gek gehouden. Dus dit is ook een tijd om even te kijken, wat is nou eigenlijk echt hier? Ja. Die illusie waar we achterna renden al die jaren, wat is nou echt? Dit is echt een tijd, en natuurlijk voor de mensen die geen eten hebben straks. Ja. Wat gebeurt daarmee? Hè? Ja. Dat we allemaal voor elkaar zorgen, wereldwijd. En Nederland is wel een land die voor elkaar zorgt, maar als je naar Amerika kijkt, heel veel homeless al in Californië. Ja. En dat is omdat Californië heeft een project waar homeless te eten krijgen en verzorgd worden enigszins, vergeleken bij other states. En dus nu komen alle homeless naar Californië. Nou, het is ongelooflijk. Helemaal, en dat betekent ook dat mensen, de gevoelige mensen, gaan knallen. Die kunnen het niet meer aan. Ja. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar mezelf. Ik heb LinkedIn, ik heb Facebook, ik heb Instagram, ik heb Twitter. Ik heb voicemail op mijn Amerikaanse telefoon, WhatsApp op mijn Amerikaanse telefoon, tekst op mijn gewoon 18 verschillende manieren om mij te bereiken. Als iemand zegt, ik heb je een berichtje gestuurd, dan zeg ik waar. Maar wat een werk dat is. Wat het van een mens vraagt om continu engaged te zijn met die wereld buiten jezelf. Ja. Ik moet gewoon een nieuwsfast en een telefoonfast inplannen om gewoon even met mezelf te zijn. Dagelijks moet ik dat. Ja. Hey, en waar denk je nou dat onze wereld heen gaat? Ik bedoel, het virus zal waarschijnlijk ook wel hopelijk snel gaan liggen of in een andere fase komen. En dan, en daarna lopen natuurlijk ook steeds mensen die denken van, nou, als het over is, dan gaan we weer door op de oude voet. Terwijl ik denk dat dat niet kan. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Ja, het is heel moeilijk een voorspelling te maken, maar ik denk dat er nu al veranderingen plaatsvinden. Bij heel veel mensen die thuis zitten, die gaan nadenken over het leven, maar ook over hun baan en over de zin van het leven. Dus we gaan nooit meer terug naar hoe het was. Er zal een groep zijn die teruggaan naar hoe het was. En er zijn ook studies plaatsgevonden als mensen ernstig ziek zijn en bijna dood. Dan is er een groep die, als die bewust waren dat ze bijna, dat ze aan de andere kant waren, dat die anders terugkomen. En de groep die ook bijna dood was, die zich niet bewust was van bijna dood, gaan gewoon weer op dezelfde manier verder. Bijzonder, hè? Dus worden de mensen aangeraakt in deze periode en maken ze contact met hun spiritualiteit, wat het ook is, of je nou gelovig bent en scriptures gaat lezen en in één keer gaat begrijpen wat ze bedoelen, of dat nou meditatie is, of dat nou een nieuwe groep is die naar de vijfde dimensie gaat, die helemaal begrijpt wat er gebeurt, die helemaal niet meer gehecht is aan spullen en die oude paradigms van een huis met je schutting eromheen, maar het delen. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je maar gaat verbinden met iets buiten de derde dimensie, wat je kan pakken. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. En er zal een groep zijn die dat gaat doen. En er zal een groep zijn die dat niet gaat doen. En die hoopt gewoon op dezelfde manier verder te gaan. En
ja, dat, ik weet niet of dat mogelijk is. Dat zullen we zien. Dankjewel. Maar, wat ik mee wil geven is aan alle mensen. Ja. Gebruik deze tijd om te gaan reflecteren. Waarvoor ben je hier? Wat is de zin van het leven? Van jouw leven? Of je nou kinderen hebt en verantwoordelijkheden. Die kinderen hebben hun eigen karma in dit leven. Ja. En hun eigen weg te bewandelen. Dus die druk van, papa, ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik moet dit, ik moet dat. Nee, ja, het, zoals een eendje voor zijn kindje zorgt. Liefde, bescherming. Maar niet al die centen en die dure vakanties en wat dan ook. Dat is allemaal doorgeslagen gekte. Ja. Het verbinden, het zijn met het present zijn. Onder deze omstandigheden. Ik vind het een mooie one-liner. We zijn aan het einde van deze 10 minuten. Het gaat dus heel snel, merk je. 10 minuten. Ja, dat is het ook. En wat mooi dat je als afsluiter nog aangaf van... ga reflecteren. En ga je afvragen waar het leven echt om. Hiermee gaan we eruit. Dankjewel, Lucia. Fijn dat je tijd ook. Succes met alles wat je doet. In Amerika, in Nederland. En we lopen elkaar ooit weer tegen de lijf. Vast wel. Dankjewel. Bye bye. Hoi.